gebruik van de oorzakelijkheidsketting. Ons maak nogal tamelijk gebruik in al die videoclips het ek oorzakelijk van oorzakelijkheidskettings gebruik om argumenten uit te skryf. Bijvoorbeeld, toen ons oor die monetaire oordragmechanisme gepraat en toe gesê, een stijging in die rentekoers leidt tot een daling in investering, wat leidt tot een daling in totale vraag, een daling in inkomen en een daling in prijzen. Dit is die oorzakelijkheidsketting. Een gebeurtenis leidt tot die volgende. Nou, ons gaan nie nou in die detail in. In examen gaan jy gevraagd word om te verduidelik. Nou, die oorzakelijkheidsketting verduidelik niks. Dit gee nie die volgorde van gebeure weer. As jy gevraagd word om te verduidelik, dan moet jy volsinne gebruik. Met andere woorde, jy sal begin, indien die rentekoers stijg, leid dit tot een daling in investering enzovoorts. So jy moet dit gaan uitskryf in volsinne. Ja, as jy leer, kan jy dit neerskryf en jy kan ook so in die vraag stel, so hoe jy dit gauw vir jouself gaan neerskryf as een kripnoot. Maar as jy die vraag beantwoord, dan skryf ons dit uit in volsinne. Die oorzakelijkheidsketting is ook een mooie manier om vir jou te kyk of jy die vraag recht beantwoord het. Oorzakelijkheidsketting, die een gebeurtenis volg op die ander een. Ons spring nie rond nie. As ek bijvoorbeeld vraag, verduidelik vir my die pad van Pretoria na Durban toe, dat jy sê goed, jy rijd van Pretoria af, Alberton, kry Heidelberg, dan gaan jy Harry Smith kry, Pietermaritzburg in Durban. Die een dorp volg op die ander een. As jy toevallig in jou verduideliking Harry Smith uitlaat en nog steeds die ander dorp in die rechte volgorde neerstip, dan gaan ek nog steeds in Durban kom. So, as jy iets hier vergeet, dan gaan die oorzakelijkheidsketting aan. Maar jy gaan nie vir my verduidelik van Pretoria ry jy tot in Harry Smith en dan kry jy Heidelberg en dan gaan ons aan en ons kry Alberton en dan kry jy Pietermaritzburg. Jy volg wat ek bedoel. Sodra die volgorde versteur word, sodra jy die volgorde omswaai, dan verval die oorzakelijkheidsketting. So in examen, as ons dit merk, dan merk ons van die een stapie na die volgende stapie. As jy iets uitlaat, dan gaan ons aan. As die rentekoers daal gaan, as die rentekoers stijg sal, totale vraag daal. So as jy vergeet het dat van die rentekoers investeringseffect, dan is dit nie een krisis nie, jy sal nog steeds die eindpunt bereik. Maar jy spring nie van die rentekoers na totale vraag en daarom gaan investering daal, wat gaan leid tot die daling in prijse en dan nou weer hierdie kant toe nie. Dan is dit sinneloos. So, oorzakelijkheidsketting, ja, is een belangrijk hulpmiddel wat ons kan gebruik en wat jy moet gebruik. Dis so discipline, het jy die volgorde reg. Maar in examen antwoord, skryf jy dit volledig uit, in volsinne.